Een paar jaar ben ik hier niet geweest. En je ziet het nou weer? Nou, valt me niet tegen. Ze hebben het keurig onderhouden. Dus je ziet geen begroeiing enzovoort. En van zo'n afstand vind ik het toch wel aardig werken. Ik vind gewoon het maken van een portret heel leuk en ook heel spannend. Maar die geestelijke gehandicapten, dat was toch eigenlijk een apart verhaal. Iedereen heeft een bepaald masker, iedereen heeft een bepaald, wil zich op een bepaalde manier laten zien. Maar bij die gehandicapten is het natuurlijk het masker weg en zie je dus de meest elementaire gevoelens of uitdrukkingen die je bij een volk wat je elke dag treft niet ziet.